Wij staan hier vandaag omdat we iets nieuws hebben. Het nieuwe is dat je vanaf 1 april, behalve een boete, ook een cursus krijgt voor het rijden onder invloed van drugs. Achter mij staat een busje met daarin een auto. Die is zwaar gehavend en zo zou jouw auto er ook uit kunnen zien als je een ongeluk krijgt omdat je rijdt met alcohol of drugs in je lijf. In die auto zit een simulator en met die simulator kun je ervaren hoe het is om onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur te zitten. Mensen die in de simulator stappen, die zijn verrast, maar dat is meestal niet aangenaam verrast. Die schrikken. Ze denken dat ze met een normale snelheid iemand inhalen. Dan blijken ze 180 te rijden en ze belanden ook regelmatig in de berm. Alle kleurtjes en dingetjes die je allemaal zag. En je had gewoon eigenlijk niks te vertellen over je eigen, wat je zag, wat je denkt, wat je doet. Dus ja, was eigenlijk heel bizar om dit te maken. De simulator staat en past in waar het CBR voor staat en dat is verkeersveiligheid. En die verkeersveiligheid gaat ons allemaal aan, of je nou in de auto zit, fietst of loopt. Nee, ik zou het niet aanraden, dus doe geen drugs en ga niet rijden of drink niet en rij niet tegelijkertijd. Dat horen we heel graag, dankjewel.